Wil je weten hoe het gesteld is met je kennis van de wegcode wel? Dan is er voor jou de grote verkeersquiz. Al voor het zesde jaar op rij organiseert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde deze online wedstrijd, waarmee je op een plezante manier je kennis van verkeer en mobiliteit kunt opfrissen. En dit jaar wordt deze quiz ook geïntroduceerd bij Voetbalmin in Vlaanderen. Drie topspelers zetten er samen met Erik van Looy het boegbeeld hun schouders onder. Houtekiet gaf de aftrap en kijk uit, was erbij. Goedemorgen, heel eenvoudig. Ga quizzen, verkeersquizzen weliswaar, om te kijken hoe het gesteld is met jouw kennis van het verkeersreglement. Het is tegen de tijd, het gaat snel vooruit. Tijd voor een beetje reclame. Hey Dennis. Ja, Brecht? Als je een linkse zei, gaat de voorrang van rechts dan ook? Mooi, ik weet dat niet. Vraag dat aan een Bjorn. Hey Bjorn. Wat is het? Als je een linkse zei, gaat de voorrang van rechts dan ook? Dat zeg ik niet, om zoek dat zelf uit. Vraag dat aan uw trainer. Waarom moet je dat trouwens weten? Ik ga meedoen aan de grote verkeersquiz. Ah, tof. Waar kun je dat spelen? Dat zeg ik niet, jong. Zoek dat zelf maar uit. Zeer raar. Oh, wat je zegt het zelf. Allee, maar kom aan, mannen. Geen ruzie maken. Fair play, hè. Ken een bal van verkeer en test je verkeerskennis op degroteverkeersquiz.be. Zijn reflectoren op je fiets verplicht? Ik zal straks laten zien wat ik op mijn fiets zie. Dat zou voor mij verplicht moeten zijn. Aha. Fout. Goh. Ja, maar die moet stoppen, want zijn haaien te stoppen. Oh, dat is heel goed om weten. Alright. Je neemt je baby mee in de auto? Niet meer. En zet hem in een maxicozy op de passagiersstoel tegen de rijrichting in. Mag dat? Ja. Op voorwaarde dat de airbag is uitgeschakeld. Ja. Kinderen hebben heeft zo zijn voordelen. Hoeveel overlevingskans heeft een voetganger bij een aanrijding tegen 30 km per uur? Dat weet ik niet. Hopelijk 90, hè? Want anders zouden ze anders een zone 30 invoeren. Juist. Wat ik goed vind aan zo'n quiz is dat je op een speelse manier toch nog alles is opfrist. Omdat zo terug een examen gaan afleggen, dat zou ik helemaal niet zien zitten en helemaal niet fijn vinden. En dit is fijn en je zegt, ah tja, was dat zo? Ja, dat is op een fijne manier, vind ik. Ja, en de uitleg staat erbij, hè. Dat is dus wel ideaal. Het is zo typisch iets, hè, waar je van weet van oh, ik zou dat misschien nog wel eens opnieuw moeten bekijken, zo al die regels, maar dat komt er zo niet van. In die zin is dan een quiz of een spel ideaal. Ik vind het wel nuttig om het te doen en om goed te weten waarom. Nu, ik was heel blij dat ik die ingewikkelde voorrangsregels dat ik die wel goed had. Wat ik heel verwarrend vind, zijn zo fietspaden, fietssuggestiestroken, waar allemaal andere wetten, regels rondhangen. Vind ik heel verwarrend. Ik vind de wegcode wel iets heel ingewikkelds, dus ik pleit zoals zoveel mensen voor een vereenvoudiging. Dat zou ik een zeer goed idee vinden. We willen helpen. Ja. Grote verkeersquiz nog tot 30 november. Werner de Dobbeleer, goedemorgen. Het is nodig blijkbaar dat we dit elk jaar doen, want er komen alleen maar regels bij en verkeersborden bij. Verdwijnen er zelden, hè? Ja, er verdwijnen er om zich eens heen. Hè. Er komen alleen maar regels bij. En dat net maakt het heel ingewikkeld. Ja. Het feit dat mensen op de duur door het bos de bomen niet meer zien. Ja, precies. En hebben dan geen nood aan vereenvoudiging van dat verkeersreglement? Dat dan een herleiding wel van het aantal verkeersborden en regels? Eigenlijk pleiten wij al lang voor het feit dat er minder verkeersborden zouden zijn, dat de wegcode eenvoudiger zou worden. Ook dat een aantal regels die eigenlijk elkaar tegenspreken, dat je die eruit zou halen. Wat moeten we doen om die kennis van de wegcode bij te spijkeren? Waar kun je het leren? Hoe trek je er de tijd voor uit om het bij te doen? Wel, het is sowieso een proces van levenslang leren, zoals wij dat noemen. Je begint op de basisschool met de verkeersopvoeding, verkeerskunde in het basisonderwijs. Dan gaat het verder in het secundair onderwijs, maar daar zie je al meteen het probleem dat heel veel secundaire scholen daar niet systematisch op inzetten. Nee. Het heeft onder meer te maken met de eindtermen. En dan, na het behalen van het rijbewijs, dan zie je dat heel veel mensen afhaken. Hè? Want je hebt een druk leven, het is niet altijd gemakkelijk om kennis bij te spijkeren, vandaar ook deze verkeersquiz. Werner de Dobbeleer, succes met de actie, ze loopt nog tot 30 november. Tja, de wegcode. Ik geef het toe, het verkeersreglement is soms ingewikkeld en af en toe zelfs verwarrend. Nu, als we de verkeersregels goed kennen en correct toepassen, dan kunnen we samen het verkeer een stuk veiliger maken. Doe dus mee aan de grote verkeersquiz en maak kans om een mooie prijs te winnen. Deelnemen kan nog tot 30 november op degroteverkeersquiz.be. Veel succes en laat het spel online in alle hevigheid losbarsten, maar op de baan kalm aan, want juist met z'n allen, zonder ongevallen.